Je ziet ze overal op Schiphol, de stewards en stewardessen. Een cool beroep met een unieke opleiding. Nou, Rachel is student in deze opleiding en zij gaat mij vandaag een rondleiding geven. Kom maar mee. Hi. Goedemorgen. Rachel zijn. Ja, klopt inderdaad. Welkom op het MBO College Airport. Dankjewel, jij ziet er mooi uit. Ja, dankjewel. Dit is ons uniform, die zijn we verplicht om te dragen. En in dit geval krijgt u ook van ons een uniform. Dus ik mag zo niet mee? Nee, helaas niet. Het is verplicht. Rachel? Ja? Alles past zoals je ziet? Nou, mooi zo. Alleen het sjaaltje? Nou, dat is geen probleem. Als je even meeloopt naar het persoonlijke verzorgingslokaal, dan gaan we direct het allemaal goed zetten. En dan doen we ook direct je haar. Die moet ook opgezet worden. Want het mag niet los? Nee, het moet altijd opgestoken worden. Oké. Ja, loop je mee? Ja. Nou, dit is onze persoonlijke verzorgingslokaal. Dit zijn mijn medeklasgenoten. Mm-hmm. Hier kan je dan even gaan zitten. Oké. Vanessa gaat dan jouw haar doen en dan ga ik alvast zo'n sjaaltje goed zetten. Ja. Ja. Je bent er klaar voor. Ga je met me mee? Dan gaan we nu naar de check-in balies. Ja, helemaal goed. Kom maar. En wat voor lessen krijg je hier nog meer? Nou, we krijgen verschillende vakken, bijvoorbeeld theorie. Dan moeten we heel veel talen kunnen spreken, moeten kunnen rekenen. En we krijgen ook communicatieve vaardigheden. En we doen ook praktijklessen. Jij gaat in dit geval een passagier spelen die heel graag aan het raam wil zitten. Maar helaas zijn er geen raamplaatsen meer beschikbaar. En Masa's taak is dan om in dit geval een oplossing voor je te zoeken. Oké. Ja? Ja. Goedemorgen, uw paspoort en ticket alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik had wel een plek aan het raam gereserveerd. Dat klopt. Ik heb alleen helaas geen stoel meer vrij bij het raam. Excuses. Ik had het nog aangegeven van tevoren. Excuses mevrouw. Ik heb echt helaas geen stoel meer vrij bij het raam. Maar ik durf niet te vliegen als ik niet aan het raam zit. Ik heb wel een alternatief optie en dat is een stoel bij het gangpad met extra benen. Oké, nou voor deze ene keer dan. Hoe leer je dan hoe je moet reageren op zo'n persoon? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk om rustig te blijven. En Masa kwam met een keurige oplossing met eventueel extra beenruimte. Oké, en wat gaan we nu hiernaar doen? We gaan nu naar de cabin training. Wauw, wat gaaf. Het is gewoon een cabine in een lokaal. Ja, klopt inderdaad. Hier krijgen we ook alle cabinelessen. Oké, zijn er dingen waar ik altijd op moet letten? Ja, je moet natuurlijk ervoor zorgen dat je duidelijk verstaanbaar praat. En om de geloofwaardigheid hoog te houden, is het belangrijk dat je tijdens je veiligheidsinstructie geen fouten maakt. Gaan we beginnen met de storing? Ja. Nou, het ging heel erg goed. Het enige waar je mee moet uitkijken is dat met de nooduitgang je dit deed. Je hoeft maar één keer te doen. Geen twee keer, anders ga je zwaaien. Dan gaan we nu even de service doen. Goedemorgen mevrouw, wilt u wat te drinken? Ik wil van een glas water. Nou, alstublieft. Oh, dankjewel. Kan ik u verder nog ergens mee helpen? Nee, het is me prima zo. Ik wil je heel veel succes nog wensen met je opleiding en bedankt voor de rondleiding. Nou, graag gedaan. Ik drink hier nog even mijn drankje op.